Ik denk dat het een heel goed idee is. Zo is Shell ook in, die, uh, in de laadpalen van uh, New Motion uh, destijds ingestapt. Hij is investeerder en initiatiefnemer van de doorstart van het failliete Lightyear. Maar daarnaast doet hij nog wel wat meer. In deze aflevering een portret van Arnoud Albersberg. Welkom bij 7 TV. Ja, Arnoud, hartelijk welkom. Ja, dankjewel, Ronnie. Fijn om er te zijn. Ja, waarom, uh, waarom wilde jij Lightyear redden? Nou, dat is uh, eigenlijk plan twee geweest. Plan één was: ik heb geld geïnvesteerd en dat was aardig uh, wat. Um, ik lees in de pers dat het failliet is. Ik schrik me echt helemaal rot. En uh, ik denk: wat moet ik nou? Uh, is mijn geld nou echt weg of hoe zit dat? En dan moet ik een advocaat nemen? Ik, nou, ik heb... Want had je echt geld? Je was niet iemand die een auto had gepreorderd. Je had er echt geld in zitten. Ja, klopt. Okay. Ja, dus uh, als, uh, er waren zo'n ruim 300 investeerders die uh, in die tijd uh, ongeveer 80 miljoen hadden geïnvesteerd. Okay. Daar was ik er één van. Okay. En, uh, dus ik maakte me gewoon zorgen. En ik denk van ja, ik ben maar alleen. En, uh, ik, ik wil uh, weten hoe het allemaal zit en uh, wat er nog aan te doen is yeah. bij een eventuele doorstart. En uh, toen heb ik. Uh, ja, mijn netwerk bij BNR even opgehaald en uh, toen heb ik in de nationale auto show een oproep gedaan op uh, volgens mij was het 3 februari, toch weer een eeuwigheid geleden uh -huh. en uh, gezegd van nou ja ik heb een e-mailadres als jij ook hebt geïnvesteerd ja want je kon die mensen niet zomaar benaderen natuurlijk je wist ik niet wist niet wie, wie het waren nee, 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 nee. dus uh, en, uh, als jij uh, ook in deze situatie zit en je wil wat stuur me een mailtje. dus ik had even tijdelijke e-mailadressen aangemaakt Lightyear@gmail.com Leek me <laughs> grappig toen. En, uh, ja, en, en, en toen ging het uh, rollen. Hm. Want hoeveel mensen reageerden? Nou ja, in eerste instantie uh, een stuk of dertig... Uh, die in een WhatsApp-groepje kwamen. En, maar dat, dat was al meteen... Uh, zijn dat vanzelf de wat actievere mensen... Uh, ja. die toevallig kennelijk naar de radio hadden geluisterd. Ja. En uh, dat zorgde er wel voor dat we aan tafel kwamen... bij uh, de directie van uh, Lightyear. Want uh, even voor mijn begrip, dat was... Toch voor het, wat wist je al van Lightyear op dat moment? Dat het slecht ging? Of, want wat was toen de feitelijke situatie op dat moment? Nou, dat is natuurlijk een, een soort um, ja, drie geweest: van we hebben een succesvolle beurs in Las Vegas. Yeah. We hebben zoveel reserveringen van de Lightyear 2. Drie dagen later, we zijn failliet. Mm. En, um, dus dat was de informatie die beschikbaar was. Dus het was niet zo dat wij als investeerders. Uh, precies meer wisten dan wat er in de pers verscheen. Dus dat, uh, uh, ja, dat stoorde me ook een beetje. Ja, ja. En, uh, maar goed, uh, we kwamen dus aan tafel en toen bleek dus van, nou, dat er best wel uh, doorstartplannen uh, waren. En wij hadden daar ook wel ideeën over. Van, uh, ja, stel dat we Lightyear kunnen doorstarten. Uh, wat zouden we dan uh, anders willen doen? Wat zouden we dan willen bereiken? Nou, het ging nog steeds natuurlijk heel erg over die Lightyear 2. Mm -hmm. Maar aan de andere kant ging het over de technologie. Ja. Hè, die, die ze al wel hadden ontwikkeld. En dan met name de zonne-energie. Uh, ja, ja, precies. Ja. Hè? Dus de, de, de double-curved solar roofs in goed ja. Nederlands. Ja. Maar denk ook aan inwielmotoren. Gewoon de hele aerodynamica. De, en de aansturing uh, van de batterijen naar de, naar de auto. Dus er was al heel veel. Alleen in de lightyear year zero is dat uh, uh, wel gebouwd. Maar het was veel te duur. Dus die, die auto. Ja. Die kostte nee. twee keer zoveel als dat uh, de verkoopprijs was. Hey, en even, die, die, je hebt het over een soort van 300 uh, investeerders die er 80 miljoen uh, in hadden zitten. Uh, daar zaten ook een paar grote partijen tussen, toch? Of is, is dat het totale pakket, die 80? Of? Nee, het totale pakket was 200. Oké, okay, en daar zit dan dan InvestNL en nog een paar van dat ja, soort. Uh, ja. Dus die, die andere 120 was inderdaad, uh, dat werd al snel in de pers het consortium genoemd, ja. of de G6. Ja. En daar zaten inderdaad een aantal uh, overheidsgelieerde partijen in... zoals InvestNL, de BOM, uh, de LIOF. Maar ook SAV zat daar bijvoorbeeld Precies. bij en Dela. Ja. Uh, met wie kwamen jullie aan tafel? Met de directie? Ja, in eerste instantie wel. Met Lex? En, uh, ja, onder andere. Want uh, ja, wij wilden gewoon natuurlijk een beetje weten wat er gebeurd was... maar ook wat er nog te doen was. Maar mag ik jullie dan zien als een pakket kleinere investeerders? Ja, nou toen... ...was het dus dat, uh, dat groepje van dertig. En um, nou, misschien dat, de, dat er wel naar ons gekeken werd... ...van, oh, daar heb je weer van die lastige investeerders... ...die willen zich er weer tegenaan bemoeien... ...en uh, hè, laat ons, uh, ons werk doen. Mm -hmm. Maar ja, goed, er was natuurlijk uh, werk verricht... ...en dat had wel tot iets geleid. En dat was uh, wat minder, minder positief. En um, nou ja, dus, toen bleek dat we best wel... Uh, ...dezelfde ideeën hadden ook over van hoe het dan verder zou kunnen... En toen heb ik gevraagd aan Lightyear, ik zeg joh, jullie hebben 300 investeerders, ik heb er 30, zeg nou tegen die mensen dat ze ook even bij ons in de appgroep komen. Mm -hmm. Want uh, we zijn er voor jullie geweest met die 80 miljoen ja. en misschien kunnen we nog wat voor jullie betekenen. Ja. En uh, dat is dus uh, ja, het tweede plan geweest, dat er gezegd is van oké okay, we hebben een plan voor 18 maanden, we willen uh, Lightyear toe naar een, uh, ja, uh, hoe dat? een rijklare demo uh, brengen. We willen de technologie uitventen, zoals dat heette. Dus dat we dat ook aan derden kunnen aanbieden. En voor dat plan hebben we 8 miljoen nodig. Nou, Fase 1 van dat plan. Ja, de, dat, om de doorstart gewoon mogelijk te kunnen maken. Ja. En uh, ja, toen was, waren wij eigenlijk weer heel erg nuttig. Want toen kon ik in die groep kon ik gewoon eigenlijk zeggen, van nou jongens, wie, uh, wie doet er mee? Wie doet en de, daar is eigenlijk iets heel bijzonders gebeurd, dat we in één weekend tijd, dus 8 miljoen uh, aan soft commitments hebben opgehaald. Dus in ieder geval mensen die zeiden van ik doe wel mee. En we hadden dan gesuggereerd van nou je hebt toen dat gedaan, doe dan 10% nog een keertje. Mm -hmm. En als het een succes wordt, nou ja, dan, dan komen we nog ergens. Hè? Als het, uh, mm. um, uh, en we hadden nog allerlei andere noten op onze zang, dat we gewoon wat dichter op de bal wilden blijven vanaf nu. Dat is bijvoorbeeld gelukt door uh, ook een commissaris uit ons, onze club. De, de, we noemden dat de Impact Investor Group, de IIG. Um, dat was een klein grapje, omdat de G6-consortium wilde eigenlijk niet consortium genoemd worden, maar de Eligible Lenders Group. Ook een heel mooi woord. Want het is geen consortium, maar gewoon meer zes partijen ja. met één spreekbuis. Dus ik dacht, nou, ik ben ook spreekbuis. Dus wij heten vanaf nu IIG. En uh, nou, hebben dus die, uh, ook een commissaris uh, mogen aanwijzen. En dat is natuurlijk heel fijn, want dan zit je veel dichter uh, nou, op de bal. Maar het was toch niet helemaal een gereden race? Want jullie hadden uh, dat, dat soft commitment bij elkaar. Maar ik begrijp dat uh, een aantal grote partijen, die gingen toen gingen ze moeilijk doen, moet ik het zo zien? Of gingen die, uh, dat ging niet helemaal goed toch in het begin? Dus er is een heel druk weekend geweest van die investeerder ja, die met de feiten is gaan bellen. Ja, de, de, daar hebben de kranten vol van gestaan. Um, nou jij moet het zo zien. Dus dat, je hebt, je hebt zeg maar onze groep, dus die 300 uh, nog wat uh, losse investeerders, uh, die uh, belangrijk waren toen, maar nu eigenlijk heel belangrijk waren om in ieder geval financieel heel snel iets mogelijk te maken. Mm -hmm. Maar de andere groep, dus, laten we het dan toch maar even het consortium noemen, ja. um, die hadden... Ooit 120 miljoen geïnvesteerd, maar die hadden ook een pandrecht gekregen uh, of bedongen op het IP van Lightyear. Dus dat wil zeggen dat uh, alles wat, uh, wat slim is en gedeponeerd was mm -hmm. en van waarde was, daar hadden zij de hand op. En uh, waar je aan refereert, dat was uh, ja, een, een beetje, laten we het maar, een opstartprobleem noemen. Dat we zeiden van ja, wij willen het geld op tafel leggen, maar dan is het belangrijk dat jullie dat IP teruggeven. En was dat een telefoongesprek tussen jou en Rinken of hoe werkt dat dan? Ja, dat Rinke uh, Zonneveld van Investe NL. Uh, ja, dus ja, op een gegeven moment wordt het heel druk met appjes en telefoontjes en um, probeer uh, elkaar te pakken te krijgen en ook uiteindelijk wil je gewoon hetzelfde. Dat is namelijk uh, het bijzondere, want iedereen was wel. Ervan doordrongen, van doordrongen, nou, dat een doorstart wel het beste idee was. Je kan het boek sluiten en dan neem je je verlies en dan gaat iedereen naar nul, dus die 200 miljoen is nul. Of je zegt, nou, we gaan, uh, zoals ik het zei, uh, langs de kapper, uh, maar niet het hoofd eraf, maar wel een kort kapsel. Yeah. Uh, hè, dus dat heeft ook in, in, uh, in de kranten gestaan. Dus zo'n 85% ben je dan kwijt. Nou ja, uh, dat is niet leuk, maar als we vertrouwen hebben in het project. want we geloven in de marktpotentie van uh, waar Lightyear zich mee bezighoudt. Mm -hmm. dan uh, is het misschien goed dat we daar gewoon wel samen gewoon alles op tafel leggen. Wij konden wat geld op tafel leggen om die doorstart mogelijk te maken. En toen was het belangrijk dat ook dat IP weer ter beschikking kwam van het bedrijf. Nou, en dat uh, is uh, met ups en downs. Is dat, uh, met heel veel inspanningen van eigenlijk alle partijen. is dat uh, gelukt. Want uh, is er in totaal tot het faillissement, is dat het totaalbedrag wat erin is gegaan? 200 miljoen? Uh, ja, ja, tot het faillissement ja, zeg maar. Ja. Ja, ja, ja. Uh, en uiteindelijk zijn dus de grote jongens zijn ook, die hebben gezegd, oké okay, wij doen ook mee. Of wij halen het pandrecht af van Precies, het IP. Ja. Maar die hebben geen geld gestort. Nee, die wilden niet uh, meer uh, mee investeren. Dus dat is uh, puur 100% uit onze uh, impactinvesteerdersgroep gekomen. Oké. Okay. En, uh, dus toen heeft, en dus toen, bij, toen is er een doorstart uh, is, heeft plaatsgevonden. Nou ja, dan denk je van, uh, nou we zijn er. En inmiddels waren we al uh, een week of zes uh, onderweg. Wat best wel lang is in een vieze mensperiode. Ja, ja. Want je zit in een soort vacuüm. Wat mm -hmm. buitengewoon stressvol is. Ook voor de oprichters. Ja. Maar ook, ook voor de mensen. Want de mensen waren op straat. Of die waren ontslagen eigenlijk. En dat was natuurlijk. Uh, van nou ja, bij een doorstart kunnen we er zoveel weer terug. Er was een deal gemaakt met een detacheringsbedrijf... om een grotere groep nog mee terug te krijgen. is dus een hele mooie, mooie constructie. Maar uh, je wil dan wel van start kunnen. En dan, uh, het was voor mij ook een enorme leerschool hoor, moet ik zeggen. Mm. Dan gaan dus advocaten met elkaar praten. Ken je dat? Ja dan, ja, dan gaan zij hun vak verantwoorden, want dan gaan ze heel veel praten... Ja, en heel veel, uh, dat heet dan uh, markup's uh, naar elkaar sturen. Oftewel ja. uh, bij elk zinnetje. Weer een uh, nieuw zinnetje en de correctie erop. En, uh, uh, ja, en uh, ja, dat, dat, dat kost uh, ten eerste heel veel tijd, maar ook heel veel geld. Ja. En wij dachten van: hé, hey, we willen toch gewoon doorstarten. We hebben dat geld gewoon keihard nodig. Om uh, die doorstart, uh, runway, dus die, die, die 18 maanden waar we ons plan, uh, eerste stuk van het plan op hadden gemaakt... Mm -hmm. uh, is niet handig als die verkort wordt door allerlei uh, ja, uh, red tape of zo, weet je wel. Dus, maar je zit gewoon met meerdere belanghebbenden en ja, iedereen probeert natuurlijk uh, zijn eigen achterban... Net als wij, als ja, ja. investeerdersgroep, proberen ze toch zo goed mogelijk uit de verf te Ja, Het is komen. toch een soort reset die je doet. Natuurlijk. Ja. Alles, alles wordt hier even ter discussie gesteld. Want is het ook een kwestie? Want betekent ook dat aandelen en zo verschoven en anders werden? En dat zeg maar, het bedrijf anders werd ingericht? Nou ja, het oude bedrijf uh, is gewoon gestopt. Hè? Dus okay. dat is gewoon, uh, dat is gewoon een nieuw gegaan. bedrijf. Uh, dus er wordt een nieuw uh, bedrijf opgeteld getuigd, uh, getogen. Getuigd, ja, getuigd uh, denk ik. Uh, dus uh, waar de verschillende elementen van Lightyear... dus ook weer in aparte BV's... met een holding erboven, zoals dat dan gaat. Ja. En de, de oude investeerders zijn dus... Ja, in een bepaald percentage dus dan doorgerold... zoals dat mooi heet, in die nieuwe holding. En hoeveel van die kleinere investeerders... zijn er uitgestapt? Nou, alle kleinere investeerders, die, die zijn... Uh, en mede door onze inspanningen. De facto ze, meegenomen. Zijn, zijn ze gewoon meegenomen, doorgerold, via de kapper. Ja. En uh, uh, dat was dan uh, goed voor zo, ja, uh, gewoon, gewoon ruim 25% geloof ja, ja. ik, in het nieuwe bedrijf. Ja. En dan had je dus de, de groep die die 8 miljoen op tafel heeft gelegd. Dat was ongeveer de helft van die 300. Ja. Niet alle 300 zeiden nee. van jippie. Uh, uh, maar gewoon de helft wel. Die zeiden van nou, ik, uh, ik sta erachter, we gaan ervoor. Uh, dus dat is ongeveer de helft geweest. En dat is vertegenwoordigd dan ook weer een percentage. Ja. Dus al met al uh, zitten de individuele investeerdersgroep... Uh, ja, rond de 40% van, de, okay. van het bedrijf. Dus dat is uh, significant. Ja. En dan heb je die, die grote groep die het IP terug heeft gegeven. Nou, dat heeft natuurlijk ook waarde. Dus die zit er ook voor zo'n soort percentage in. En dan heb je nog de oprichters, de uh, employees, de, de, de werknemersstak... Uh, mm -hmm. Ja, want de werknemers die kregen ook uh, uh, aandelen, zeg maar, of certificaten. Uh, en dan heb je nog een andere uh, onderneming die er al vanaf het begin bij is, die ook een uh, okay. percentage heeft. Ja. Uh, een paar dingen um, zal je niet voor de eerste keer gevraagd zijn. Als ik, ik kijk als buitenstaander daarna um, en dan zie ik wat er in de wereld gebeurt op Automotive, en ik zie. Uh, China en Korea, Koreaanse, je ja, weet ik voor waar ze allemaal vandaan komen, de, de NIO en de, en de BYD's en noem het ja. allemaal maar op. Met waanzinnig diepe zakken, met oorverdovende snelheid uh, de markt opkomen. Het ene model spugen ze uit en het andere komt trouw eraan. Wie zijn jullie dat je denkt dat je in dit spelletje een rol kan spelen? Ja, nou, hele, hele terechte vraag. En uh, je bent niet de, eerste. de hamvraag. Vind nou ja. ik bijna. Laat ik zou zeggen, het is gewoon een goede, terechte vraag. En, ja. um, dan moet je dus eigenlijk even teruggaan waar Lightyear vandaan komt. Um, dat is natuurlijk een studentenwedstrijd geweest. He, van wie heeft de, de, de auto met de minste weerstand, wie komt het verst... met een aantal zonnepanelen erop, ergens in een uh, zonnige woestijn. Mm -hmm. En Eindhoven heeft dat een aantal jaar gewonnen. En eigenlijk is Lightyear daar een spin-off van. He, dus die, die oprichters, de vijf oprichters... Die hebben daar gewoon heel veel geleerd van. Hey, waar gaat het nou eigenlijk om? En um, daar zit dus een interessant stuk in. En dat gaat over efficiëntie. Wat je eigenlijk ziet, en of het nou een Chinees is of, of, of een Amerikaanse elektrische autobouwer uh, die het best wel goed doet, ja. um, dat gaat allemaal over performance. En die Amerikaanse ook over uh, slim produceren overigens. Eigenlijk, het gaat altijd over performance, hè? van hoe snel trekt dat ding op en, uh, voor, voor de wauw leven is. Dat je je stoel gedrukt wordt. Ja, dat je het twee keer doet als je hem koopt. Uh, en hoe snel kan ik hem opladen, hè? want dat vinden we ook belangrijk. Want oh, jee, je zal maar toch moeten wachten bij zo'n uh, snellader. En um, daar, daar dat wist ik eigenlijk ook niet hoor. Want ik rijd wel elektrisch, maar deze wetenschap, de, deze feitjes wist ik ook nog niet. Mm -hmm. Dat je dus eigenlijk uh, ziet. Dat eh, als je dus performance wil en supersnel laden en zo, dat dat eh, heel veel verlies oplevert in energie. Dat klinkt heel gek. Maar eh, als jij dus eh, een, een Tesla vol pompt bij een snellader, dan verlies je bijna 20%. Gaat gewoon verloren vanwege de warmte. En omdat het allemaal eh, zo erin gepompt wordt. Nou, dan denk ik: van, Oh, dat is niet handig. Dus dan heb ik meer batterijen nodig. Dus dan wordt die auto zwaarder van. Weet je wel, dus dat is een soort. Uh, een, een spiraal die eigenlijk niet de goede kant op gaat als je het hebt over duurzaamheid. Van hoe kan ik nou elektrisch rijden duurzaam maken? En ook schaalbaar. Want dus je moet er toch niet aan denken dat we allemaal elektrisch gaan rijden. En dan vervolgens allemaal aan die laadpaal nee, uh, dus jij gaan zegt, staan. De, dus de route is efficiëntie uh, van die auto, weerstand en dat soort dingen. Uh, en zon. Is dat dan wat je zegt? Ja, want uh, uh, nou ja, het is een combinatie. Ja, dus ze ja. dus zijn gaan kijken van nou. Hoe kan die auto van de langst mogelijke afstand afleggen en dat die zo efficiënt mogelijk is? En dat zit hem in het gewicht van die auto. Dus hoeveel batterijtjes liggen erin. Dat mm -hmm. um, uh, zit hem in de aerodynamica van de auto. Het zit hem in de aandrijflijn van die auto. Lightyear heeft de, de motoren in de wielen zitten yeah. en niet centraal met een aandrijfas. Nou, dan kan je zonder dat je daar heel erg in geleerd bent, wel bedenken: van, oh ja, dat zou wel eens uh, efficiënter kunnen zijn. Want je zit er dichterop of zo, minder wrijving. Best interessant. Nou, dat uh, in combinatie dus met die, uh, met die zonnepanelen, die ook weer slim zijn, hè, die zijn uh, double curved. Hè, dus die, die, die kunnen meer, uh, gedurende de dag meer zonlicht oppakken dan uh, platte mm -hmm. zonnepanelen die je misschien op je huis hebt liggen. Uh, of waar ook al auto's mee rondrijden. Dat levert gewoon uh, niet zo heel veel op. Maar in het geval van, uh, van de Lightyear Zero, en dat is dus ook al aangetoond. Uh, was het dus eigenlijk dat je met de helft van de batterij hoeveelheid. Dus moet je nagaan dat is gewoon 1000 kilo of zo, wat dat scheelt. Mm -hmm. um, dat je dus uh, een, een bereik kon realiseren van ongeveer 700 kilometer. Met een hele luxe auto. Ja, maar. Um uh, de, ik heb ook geleerd gelijk hebben, uh, dat is leuk. Maar uh, gelijk krijgen is wat anders. Want ik hoor je en dan denk ik qua ideologie en qua benadering en qua denkwijze uh, ik volg hem. Maar tegelijkertijd zie ik wat er gebeurt. En, en dan, uh, dan zie ik een, een, een gedreven. Van origine een Nederlandse jonge club. Met, met ideële, slimme mensen die dit aan het opbouwen ja. zijn. Uh, maar aan de andere kant zie ik gewoon waanzinnig grote bedrijven. Met miljarden aan centen. En een publiek die eigenlijk vreet... wat ze krijgt voorgeschoteld. En die aan alle kanten dit soort auto's omarmen. En het enige wat ik bij Lightyear hoor. Even los van het faillissement. En ik probeer even jou uit te dagen. Mm. Mm. Is. Ja, dan hopen we nu dat in 2000. Ik weet niet precies wanneer. Dat er eens een keer. Een, en dan denk ik. En het is elke keer. Ooit komt die, ooit, ooit komt hij, ooit. En ondertussen. Dus ik ben zo bang dat als we in 2018 zijn, of in ja, 2028 zijn, dan weet ik veel wanneer, dat, dat ook deze benadering inmiddels alles overgenomen. Als dat echt zo goed is door andere partijen. Oftewel, het, ik vind het zo lastig geloven dat dit gaat lukken. Ja. Nee, ik, ik begrijp de, de argwaan als ik het zo mag samenvatten. Ja. Um, wat ik in ieder geval begrepen heb... dat een, een auto ontwikkelen dat best wel uh, moeilijk is. Een, ja. een lang traject is. Ja. Denk aan tien jaar of zo. Ja. Um, from scratch. Als je dus een, een nieuw concept wil ontwikkelen. Het concept van Lightyear is er inmiddels. Hè? Dus dat is uh, eigenlijk... Um, uh, de risico's zijn best wel allemaal afgevinkt. Ja. Hij is productieklaar. Soort ja, van. Uh, sterker nog. Er, was er, al, er waren ja. er al wat uit een uh, productielijn gerold. Mm -hmm. um, maar... Uh, ik vond het wel interessant hoe je het net bracht. Want daar zit ook wel een beetje de crux. En ook een beetje ja, mijn persoonlijke ding. Is van dat je dus. Als je natuurlijk heel erg vanuit een soort. Um, ja, missiegedreven um, bedrijf. aan het bouwen bent. Van uh, hè, we willen de, de wereld beter maken eigenlijk. Hè, want elektrische auto's: dat is niet zo handig. Mits. Je het op een andere manier gaat doen, waardoor het schaalbaar is en dat het ook in gebieden waar geen infrastructuur is, denk bijvoorbeeld de Afrikaanse continent, daar staan geen laadpalen, ja. nou, is best wel veel zon, dus het is best wel logisch of zo. Tuurlijk, er is, er is ja. een enorme markt voor. Ja. En uh, uh, ja, dat, 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 wanneer je dus alleen maar vanuit purpose of missie of de uh, why uh, aan een, en naar een visie toe. Je bedrijf aan het vormen bent, dat je er wel eens aan voorbij gaat dat er ook uh, gewoon geld verdiend moet worden om het bedrijf langer vol te kunnen houden en te kunnen schalen. Nou, en dat, uh, ik denk dat dat uh, die balans gewoon hier niet goed is geweest. Mm -hmm. Dus het missiegedeelte heel hoog. Mm -hmm. um, maar, maar het zakelijke van hoe runnen we nou een bedrijf uh, was laag. Yeah. Nou, en dat is ook iets wat we nu uh, in de doorstart gewoon ja, heel, heel helder voor ogen hebben. Wordt het daardoor een makkelijk verhaal? Nee, absoluut niet. Uh, en je hebt helemaal gelijk. Het gaat nu zo hard met de introducties op de markt. Uh, en de ontwikkeling daarin lijkt heel hard te gaan. Maar dat valt nog wel tegen. Het is een beetje MeToo uh, allemaal wat er gebeurt. Een ja. uh, Kia of uh, Hyundai die plakt ook zonnepanelen op zijn dak. Maar dat, dat rendement daarvan is, is net genoeg om je raam twee keer per dag op, uh, op en neer te laten gaan. Bij wijze van spreken. Terwijl. Uh, met vijf met vierkante meter uh, slimme zonnecellen op je dak, want dat zat in die Lightyear Zero en dat komt ook op die Lightyear twee, um, dat je dan een dusdanig hoog rendement hebt, dat je echt in een landje zoals vandaag um, met een hoop regen en wolken toch 20 kilometer per dag kan bijladen. En dat lijkt nog steeds heel weinig, hè, want dan gaan we het daarover hebben van ja, maar dat is toch helemaal niks en dat schiet toch helemaal niet op. Gemiddeld rijden, uh, rijden we helemaal niet zoveel. Mm -hmm. En als je dat elke dag opspaart, dan wordt het ineens heel interessant. Mm -hmm. Terwijl in Zuido-Europese landen of in Afrikaanse landen is het 70 kilometer per dag. Dan, dan kan het zijn dat je gewoon twee maanden zonder het laadpaal gewoon aan het rondrijden bent. Yeah. En dat is wel dat is nodig, laat ik het zo zeggen. Dus als waarom is er plek voor light hier? Omdat niemand anders het doet. Niemand benadert het vanuit deze kant. Is dat genoeg? Nee, want er moet ook geld verdiend worden. En dat gaan we nu doen. Um, hoe? Nou, door niet alleen uh, weer he, die lange termijn... want he, we hebben inderdaad gezegd van nou, 2026 uh, zou die dan uh, op de markt kunnen komen, die Lightyear 2. Ja. Um, en dan hebben we nog steeds een voorsprong, want die combinatie wat daar allemaal in zit... He, dus aerodynamica, aandrijving, uh, aansturing en de zonnepanelen... is dan uh, nog steeds niet door een ander verzonnen echt niet, um, maar dat is niet genoeg. Dus we gaan in de tussentijd gaan we eigenlijk um, de anderen, dus de dat heet dan in de automotive OEM's, dus de andere automerken. Die gaan we gewoon helpen. Aha. Als een soort van white label waar je al je techniek en kennis uh, dat zij dat kunnen gaan gebruiken, moet ik zo zien. Ja, ja, want dat, dat zou ik al veel eerder hebben gedaan, denk ik. Want, want dat is natuurlijk, als je nou echt hebt over de juweel het juweel van lijntje, dan is het die kennis en die het waanzinnige slimme concept wat erachter zit. Ja. Ja, maar, de, maar de, dus we zijn het helemaal met elkaar eens. En ja. uh, dat gaat nu dus ook gebeuren. Aha. Maar hoe lang is je runway met 8 miljoen? Die is niet lang, denk ik hè? Nee, dus we hebben gezegd uh, dat is echt uh, nou, doorstartgeld, om het zo maar ja. te zeggen. En er wordt nu uh, aanloop gemaakt om uh, ja, rond de zomer nog uh, rond de 40, 50 miljoen op te halen. Vanuit hetzelfde pakket uh, aandeelhouders? Nee, dus dat komt dan weer uit, uh, uit externe. Uh, investeerders, uh, private equity. Ik ja. sprak, uh, dat hoeft je van dat idee... weet je ook alweer, onze uh, bekend ondernemer... uit het Groningse, Mark Vletter... van Voice Telecom, die zei Shell moet instappen. Die zei, wat even kijken, kwartaalwinst was 8,7 miljard. Ja, dat is gewoon... Uh, je... Tesla, die Tesla kan laatst stations bouwen, zei die heel logisch. Dus waarom kan een tankstationbouwer geen auto's gaan maken? Het is Nederlands. Ik vind het een no-brainer. Ik vind het een gouden idee. Super idee. Toch? Dus ja. Shell, even als we de kop van deze video, Shell moet investeren in Lightyear. Wat vind je daarvan? Ik denk dat het een heel goed idee is. Ja. En zo is Shell ook in, die, uh, in de laadpalen van uh, New Motion uh, destijds daar daar ingestapt, omdat ze het zelf uh, niet uh, gezien hadden, zeg maar. Dus dan kan je maar beter aansluiten bij uh, innova innovatieve start-ups en scale-ups die, die daar uh, alles van weten. Lopen de gesprekken al? Uh, Zover ik <laughs> weet niet. Nee. Nee, maar hey, je hebt dus gelijk, hè? het is eigenlijk een soort stappenplan. Dus die, die volgende ronde is dan echt nodig om ook uh, aan de ene kant die, die demo auto te maken. En uit, aan de andere kant de technologie gewoon verder uit te ontwikkelen en uh, uit te venten. Dus Precies, te in het strik erom en door te verkopen. En maar dat betekent ook voor die Lightyear 2 dat je, want hoeveel geld heb je nodig, wil die echt van de band af gaan rollen? Ja, daar worden bedragen van een miljard plus genoemd. Precies. Uh, ja. Als je echt naar massaproductie wil, en het idee, we hebben, we hebben de rekensommen gemaakt en dat is best wel interessant. Wat zou er, hoe gaaf zou het zijn als we een miljoen van die laadje toers hebben rondrijden? Uh, wat zou dat opleveren aan winst? Hè? Dus aan minder laadbeurten. Nou, dat is echt heel interessant. Hm. Nou ja, en dat ga je dan terugrekenen. Dan gaan we een jaar één zoveel maken, een jaar twee zoveel. Maar dat, <laughs> dat is wel massaproductie en daar is heel veel geld voor nodig. Um, wat vind jij van? Uh, um ja, ik vind het een moeilijke vraag, hoor. maar ik stel hem met respect. Maar wat vind je van uh, de positie van management van lex en designen? Nou, ja, die hebben het bedrijf wel ge gebracht tot uh, waar we nu staan, hè? dus dan kan je natuurlijk heel erg inzoomen op, uh, op het faillissement, mm -hmm. maar je kan ook inzoomen op uh, die, al die technologieaspecten en de combinatie daarvan, die dus wel in de Light Your uh, zichtbaar is geworden, die, die, die zelfs reed en uh, ook geproduceerd is... Mm -hmm. um, denk ik dat er gewoon ongekend veel uh, gepresteerd is. Dat dat heel interessant is. Als je naar voren kijkt... Um, uh, ik, ik begeleid best wel uh, andere schalende bedrijven... dan zal je gewoon zien... dat uh, vanuit de benodigde rollen... Om, uh, om het succes verder voor te zetten... Nou, dan heb je, ga je ook aan je team uh, werken. Dus dat, uh, dat is... Uh, Eigenlijk voor ieder bedrijf zo, dus dat is hier niet anders. Dus maar is, acht je de kans groot dat, dat het hele, dat de oprichters aangesloten blijven in een andere rol al dan niet, of zou het ook kunnen dat er een of meerdere uitstappen? Nou, dat laatste weet ik niet. Maar het eerste is denk ik gewoon, gewoon belangrijk dat de founders, de oprichters, dat die wel degelijk uh, uh, ook het gezicht zijn van, van het merk. Hè? Dus uh, ja, vorig jaar zijn er gesprekken met Lex geweest. Toen werd hij bestempeld als de nieuwe Elon Musk. Ja. En daar, daar, daar kan je nu natuurlijk een smalend over lachen van. Moet je nou kijken waar we nu staan. Mm -hmm. Maar um, het was wel terecht dat dat gezegd werd. En in Nederland is er natuurlijk een beetje een uh, nou, noem het maar cancelcultuur, zeg maar. Terwijl in Amerika weten we allemaal van als je niet failliet bent geweest, dan uh, doe je niet mee, weet Precies. je wel? Dus, uh, Eens. Um, ik denk dat we niet moeten onderschatten van uh, hoe, hoe een deep tech bedrijf, want dat is het eigenlijk. En toevallig komen de wielen onder en, en een dak en zo. Mm -hmm. um, hoe ingewikkeld dat is en hoe, hoe tof dat is, dat dat in Nederland tot waar we nu staan gerealiseerd is. En als je dat gewoon de nek omdraait of, of daar lacheren over doet, dan gaat het nooit gebeuren. Dus uh, dat is ook de reden waarom ik ook er nog steeds uh, actief bij betrokken ben. Want ik, ik wil dit niet voor de BV Nederland verloren laten gaan. Ja. Je hebt laat je naast je zitten. Hè? Ik weet niet of je oh, dat ja. gezien hebt. Waarom heb je die meegenomen eigenlijk? Ja, uh, <laughs> voor de mensen die hem niet kennen. Dat zijn cultuurbarbaren. Ja, precies. Maar, dat gaan we niet eens uitleggen. Maar, uh, ja, nee, dat, dat is meer gewoon een soort knipoog. Het gaat over Lightyear. En uh, ik kreeg op een gegeven moment uh, ja, die bijnaam... van je hebt zoveel lawaai gemaakt in de media... <laughs> Dus een hoop bus gecreëerd. Dus uh, vandaar deze uh, <laughs> ja, Lightyear. Dus ik zet hem op mijn bureau. En, uh, en met alle uitdagingen die we hebben, kijk ik af en toe naar hem. En vraag ik hem eens om, om raad. Nou ja, en wat hij dan zegt is uh, op naar de sterren en daar voorbij. Hè? Zeker weten. Ja. Uh, ik, de, de, ik denk dat dit verhaal wel af is. Denk je niet? Of heb je zoiets van: ik wil nog meer kwijt over Lightyear? Nee, er is nog genoeg uh, te vertellen, toch? Ja, want, ik, want daarnaast ben je... Want het is niet dat je, nou, alhoewel je de laatste tijd ben... ik wel heel druk mee ben, bezig geweest met Lightyear. Maar voor de mensen die heel geïnteresseerd... naar dit verhaal hebben zitten luisteren... maar zoiets hebben van, ja, maar wie is die gast eigenlijk? Wat zeg je dan? Ja, die gast is, uh, is gewoon een uh, ja, gepassioneerde ondernemer. En inmiddels, uh, of eigenlijk, nu we het woord impact kennen... een impact ondernemer. Hmm. Dus uh, ik ben ruim 30 jaar geleden begonnen met uh, CarePlus. Dat uh, kennen gelukkig inmiddels een hoop Nederlanders. Het is eigenlijk al een tweede-generatie merk, want na 30 mm -hmm. jaar. Uh, dus de anti en, en de klamoes. En om reizigers uh, gezond te houden als ze op reis gaan, zodat ze meer kunnen genieten. Maar eigenlijk, en uh, uh, dat is misschien wel goed, uh, verduidelijkt een beetje ook wie ik ben. Um, ik ben het, dat bedrijf uh, heb ik kunnen starten f, uh, door de kans die mijn vader me heeft gegeven. Hè? Dus hij had een farmaceutisch bedrijf in de import van vaccins. Dat is vaak voor reizigers. Die ziektes hebben we hier niet meer. Hè? Denk aan buiktyfus en, uh, en dat soort vrolijke dingen. En uh, CarePlus was eigenlijk een soort spin-off daarvan. Wat kunnen we nog meer voor die reiziger? Hij heeft mij de gelegenheid gegeven om dat als een soort product manager uh, aan te pakken. Van nou ja, ga jij maar een merk bouwen. En uh, hier is je bureau. Uh, ik heb dat in 99 uh, mogen kopen van hem. Uh, Wanneer wij erbij begonnen? Hoe oud was in, je, toen je toen? je de in, eerste stappen zette in 1992, In, in 92 was ik 25. Ja. 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 En um, toen heb ik het in 99 uh, mogen kopen van hem. Dus dat was natuurlijk heel spannend. Um, oh ja, ja ik, 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 dat, dat kwam wel een beetje met mijn kinderdoel van, ja ik wil wel uh, miljonair zijn op mijn 32 e Nou dat was ik, maar daar stond wel min voor. Want ik had een heel duur bedrijf gekocht. Mm. Met gefinancierd wel... door je pa, en zeg maar, achtergestelde lening? <laughs> of was je netjes naar de bank gegaan? De, de bank ook, mm. de combinatie, ja. Ja, ja. Maar goed, uh, mijn vader die had, had wel heel goed bedacht... Dus dat de, de toegevoegde waarde van een bedrijf... wat spullen inkoopt en verkoopt, zou wel eens kunnen zitten... in dat je dus echt mensen helpt. Dus die reizigers helpt. Uh, meer genieten, zorgen dat ze niet ziek worden of mm. erger... Maar ik merkte dat dat voor mij nog niet genoeg was. Want ik dacht: van ja, het is wel leuk dat we al die rijke reizigers hier helpen. Maar hoe zit het met die mensen daar? Ja. Waar wij zo nodig uh, op bezoek gaan. Die allemaal doodgaan van malaria. Die, die hebben elke dag problemen. En toen um, reed ik letterlijk een keer over de A4, uh, zag ik een grote billboard... en er stond boven Drive Against Malaria. Met een, uh, met een, uh, met een uh, uh, Land Rover erop, met allemaal klammoes op het dak. En Memisa, dat is tegenwoordig Cordate. Mm. Dus ik, heb, ik, ik, en ik had echt zo'n lampje, zo'n epiphany van... Ja, ja, maar dit is het. Dus mm. ik uh, dacht, wie is Memisa? Ik bel ze op, ik wil uh, dat project steunen. Want dat is het gewoon. Mm. Nou, dat ben ik gaan doen. Dus dat hebben we toen... Uh, uh, jarenlang, tien jaar lang, hebben we dat project ondersteund. Dat ging zo, op een gegeven moment zelfstandig. Het was een hele interessante Engelsman met één been en één arm, die gewoon zijn leven eigenlijk gegeven had om malaria de wereld uit te helpen. Uh, hoe was hij dat arm en dat been verloren dan? Uh, op zijn achttiende was hij aangereden door een dronken automobilist en verdood in de greppel achtergelaten. Dus hij heeft het uh, bekant overleefd. Waar was dat? In Engeland. In Engeland. En uh, David Robertson. Mm -hmm. mooie, mooie man, mooie kerel. En uh, ja, hij had dus uh, ja, van de verzekering wat gekregen. wat vastgoed wat uh, slimme dingen gedaan. En toen heeft hij een Land Rover gekocht. En is hij gewoon letterlijk gewoon... Door Afrika is hij gaan rijden. Met de overheden praten enzovoort. Toen ben ik met hem mee geweest in 2000. Uh, naar Cameroen. Om ook gewoon eens, ja, met eigen ogen te zien. Hè, van, en een moest uit te delen. En ja... Nou, dat kan ik eigenlijk iedereen aanraden om eens een keer zoiets te doen. Want het was echt heel heftig voor mij om het te zien. En dat je in een dorpje komt en zegt: ja, eigenlijk brengen we elke week wel een kind naar de begraafplaats. Die overlijdt aan de gevolgen van malaria. Ik zeg: van ja, dat, hoe gaaf is het als we nou als, als een uh, groeiend bedrijf. Uh, dat op een of andere manier een mechanisme kunnen vinden om dat terug te geven. Ja, aan de wereld, om het zo maar te zeggen. Nou, en dat zouden we nu impact noemen. Toen hadden we dat woord nog niet. Mm -hmm. Maar ik had wel op een post dit opgeschreven. Uh, de WHO zegt in 2030 zou malaria de wereld uit moeten zijn. Uh, dat, uh, dat gaan wij regelen, had ik opgeschreven. Dus een malaria vrij wereld in 2030. Dus dat werd onze visie. Dat is jouw credo, een beetje geworden, ja. Uh, dat, dat werd onze visie. En dat hebben we toen ingericht door gewoon uh, 1% van onze omzet. Dus niet winst, gewoon... Aan malariaprojecten te geven. Dus de, en dat is ook alweer interessant, want dat is meteen een koppeling tussen bedrijfsmatig succes en de impact die je maakt. Want als ik geen omzet maak, is er ook geen 1%. Hm. Uh, als ik heel veel omzet maak, is er heel veel 1%. Dus dat, uh, uh, dat hebben we al, uh, ons voorgehouden en dat werkte ook heel goed naar het team, dat werkte ook heel goed naar de klanten. Dat werkt goed naar leveranciers. Ja. Als je, als je, en dan is het dus ook helemaal niet vies dat je gewoon een commercieel bedrijf bent. Want je bent gewoon gedreven door de, het maken van die impact. Ja. En dus ook gedreven om omzet te maken. Ja. ja. En, en nou ja, goed, De lang verhaal, lang verhaal kort. Sinds 2017 ben ik ook start-ups en gewoon andere scale-ups aan het helpen met, met schalen. En ook uh, financieel dus daarin te investeren. Dus ik zit in ruim 20 uh, impact startups. Dat doe je als informel of wij dan aangesloten bij informal, ja. Okay. ja. Hey, en even nog over dat malaria verhaal 2030. Lukt dat? dat wordt, uh, het begint wel angstvallig dichtbij te komen. Want toen ik dat voor het eerst had opgeschreven, had ik nog uh, uh, 20 jaar of zo. Mm -hmm. En uh, het komt heel dichtbij. Uh, COVID uh, heeft. Uh, nou, een hoop uh, gedaan met, uh, met de wereld. Uh, we hadden het er even over in het voorgesprek. Mm -hmm. uh, dat kan positief zijn, hè, dat creëert kansen, maar het kan ook heel negatief zijn. En voor malaria is het uh, nog net niet de nekslag geweest. Want er was eigenlijk een soort dalende trend hè, door alle, alle activiteiten en maatregelen die er genomen worden om de mug te bestrijden, de larve te bestrijden, maar ook de parasieten te bestrijden en mensen goed te helpen, mochten ze toch malaria hebben gekregen. En door COVID uh, ging het hele logistieke systeem uh, op zijn gat. In de, en dan moet je vooral denken dus aan de landen waar malaria echt een groot probleem is. Dus denk mm. aan Sub-Sahara Afrika en dan met name de oostelijke kant. Uh, dus Kenia, Tanzania, Oeganda. Uh, uh, ja, dat is, dat is Nigeria. Dus dat is echt. Dat is overigens aan de andere kant. Nee, maar nee. dat is gewoon echt verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Mm. Uh, dus dat uh, moeders met, met kindjes gewoon al op het laatste moment in het ziekenhuis komen, er zijn geen geneesmiddelen meer, allemaal van dat soort dingen. Dus dat uh, dat eigenlijk door covid de nu weer dat we weer een stap, het was uh, één stap vooruit, uh, hoe noem je ja, ja, nou, stap, stap ja, vooruit, twee stappen terug of precies? Ja, is nu, nu is het dat. En ja, ja. Uh, we zaten op 450.000 uh, doden, wat natuurlijk nog steeds bizar is, hè? Op jaarbasis. Op jaarbasis en nu is de afgelopen jaar 629.000. Dus dat is echt heel uh, terug. Dus gaat het lukken? Um, het wordt, uh, het, dat lukt alleen als we echt gewoon alle handen in één slaan en uh, ook slimme dingen doen. Mm. En daar zit ook alweer een analogie naar ja. het, het verhaal bij Lightyear. Als ja. je dus meerdere stakeholders hebben die allemaal ieder voor zich dingetjes aan het doen zijn. En of dat nou een Bill en Melinda Gates Foundation is, wat heel tof is. Want die stoppen er een hoop geld in. Maar die mm. doen bepaalde dingetjes. En, uh, uh, en dan doet Careplus heel bescheiden ook nog wat slims. Uh, daar kan ik ook nog wat over vertellen. En... Uh, maar eigenlijk moet het allemaal samenkomen en dan een soort kok, dat je een soort cocktail hebt die daadwerkelijk helpt om heel rigide gewoon in gebieden malaria terug te dringen. Ja. Want de, de nul haal je misschien niet, maar je kan wel, als je boven de 90% reductie komt, is het dus geen gevaar voor de volksgezondheid meer. Ja. Weet je wel, en dat wil je. Ja. Want ook hè, waar we hier ook voor zitten, de economische kosten, dus de maatschappelijke kosten los van het leed. Zijn ook astronomisch natuurlijk. Ja. Um, hoe oud ben jij nou? Ik ben net 56 geworden. Ja, um, Dus je staat aan het begin van je carrière eigenlijk, hè? zo moet het zien. Ja, ik, ik, ik heb nu, nu, nu genoeg fouten gemaakt ja. om nu eindelijk uh, wat slimmer dingen te doen. Wat is jouw betrokkenheid bij CarePlus uh, op dit moment nog? Ben je echt nog gewoon de, uh, operationeel daar volledig actief of ben je daar of hoe zit dat? Nee, in 2017 uh, is een deel van de aandelen verkocht aan uh, een private equity club. Eigenlijk ook weer met de gedachte om een um, diepere zakken te hebben om sneller te kunnen groeien. Denk aan uh, andere merken ja. kopen, wat, ja. wat we ook gedaan hebben in Frankrijk. Uh, en vanaf 2017 uh, heb ik ook gezegd van, nou ik, uh, ik ga naar, naar drie dagen. Ik, ik ben niet de geschikte persoon uh, om bedrijven uh, day-to-day te leiden. Mm -hmm. Um, ik had op mijn kaartje ook gezet, Chief Mosquito Officer. Wat trouwens heel leuk is, want dan krijg je hele leuke gesprekken door als, ik, ja. als je dan zo'n kaartje geeft. Ja. En uh, dat gaat dan heel snel ook over impact en zo. Mm -hmm. En uh, toen ben ik dus uh, in, die, in die resterende tijd uh, start-ups gaan helpen. En ik heb ook een eigen start-up uh, samen met Corine, mijn vrouw, in de koffie. Want daar is ook een hoop mis. Dus daar zijn we ook proberen, proberen we daar ook wat slagen te maken. En we hebben het niet gehad over muziek? Nee, ja, muziek, uh, dat, dat is eigenlijk wel uh, de rode draad. En dat is uh, misschien de, de, de passiekant. Maar eigenlijk is het ook de cirkel rond. Want uh, als je op mijn LinkedIn kijkt, mijn allereerste bedrijfje had ik toen ik veertien was. Dus, uh, ergens in uh, 81, 82. Uh, een drive-in show. Ken je dat nog? <laughs> Zeker. Ik ben van hetzelfde bouwjaar. En ja, zelf uh, ja. uh, boksen bouwen met een vriendje. Uh, ik had de pick-up. Hij had de pick-up. En uh, mengpaneel tussen. Hey, we zijn uh, DJ's. Van die lampen die bewegen ja, op de Ja, die, ja, die gingen we zelf solderen. Gingen ja. we hier, uh, in bussen op de weg uh, bij Radio oh, Veld je uh, uh, solderen en zo. En, ja. Dan gingen die lampen knipperen. En uh, ja, op schoolfeestjes draaien. En uh, nou ja, maar het liep best wel uit de hand. We hebben toen zelfs een feestje gehad waar echt een paalende man rondliepen, uh, maar toen ben ik op mijn vijftiende uh, gestopt. Je mm -hmm. moet op je top stoppen zeg maar. <laughs> uh, maar ook omdat ik de andere kant van de, de draaitafels eigenlijk leuker vond zeg maar. Mm -hmm. Maar wel altijd de muziek bijgehouden. Maar ik uh, heb eigenlijk ook vijf jaar geleden weer het, het, het draaien van vinyl uh, terug opgepakt en uh, heb nu een wekelijks, uh, ja, eigenlijk een soort podcast, maar dan met muziek. Dan draai ik plaatjes. Maar uit die tijd of nieuw materiaal? Ja, de uh, random vinyl heet dat, dus alles mag. Dus uh, alle, alle muziekstijlen komen voorbij, als het maar enigszins dansbaar is. En uh, ik heb inderdaad een sterke voorliefde voor disco, italo disco, electro, en ik stop een beetje bij de early house. Mm -hmm. <laughs> ja. um, als we nou eens een, uh, um, uh, kijken naar de komende tien jaren, wat wil je allemaal? Werk je met bucket lists en zo? Heb jij, heb jij een bucketlist? Nee. Nee, ja, ik ook niet. Uh, maar als je het gewoon even de, de komende tien jaar... je mag het een beetje regisseren, want dat kunnen we niet helaas. Want we weten niet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar aan de andere kant, ja, je kan maar een plan hebben. Heb je een beetje een plan? Of als je naar, naar de toekomst kijkt? Um, nou, ik, ik heb in ieder geval een nieuwe verantwoordelijkheid erbij. Want ik ben in december vader geworden. En, um... Um, dat is best laat, toch? Nou, je zei net dat ik uh, net een <laughs> beetje op stoom was gekomen, dus dat, uh, dat klopt okay. toch dan? Maar, en, en je vrouw heb je pas recent of heb je die al heel lang? Well, Lek nou eens even uit, want nou wil ik het ook weer weten. Corinne en ik kennen elkaar ruim tien jaar, we zijn al uh, ruim uh, vijf jaar getrouwd. Oké, oké, oké. Maar en, zij is iets uh, jonger? Zij is iets ja, ja, want anders wordt het best wel uh, tricky. Ja, ja, ja. Je ja, bent net ik... vader geworden. Weer of voor de eerste keer? Nee, ik heb ook nog twee uh, andere bloedjes van kinderen en uh, die zijn 15 en 19. Oké, okay, maar je bent ja. net weer vader geworden. Ja, dus dat is een grote verantwoordelijkheid. En ja. eigenlijk ook wel interessant, Ronnie, want um, ja, de meeste uh, mannen van onze leeftijd die <laughs> krijgen dan de kans om bij de kinderen van hun kinderen het goed te maken wat ze als vader <laughs> gewoon voor, uh, voor, nou, niet mm -hmm. goed hebben gedaan. Mm -hmm. En ik kan dat gewoon bij mijn eigen dochter doen. Mm. Hoe leuk is dat? Ja. En het is echt een schatje. Ah. Dus daar zet je de komende tien jaar wel mee vol? Ja, en dat ze uh, uh, zorgen dat je fit blijft uh, en, en dat soort dingen zijn ja, heel ja. belangrijk. Nou, is dat ook wel altijd een rode draad geweest? Ik ben uh, vrij uh, sportief. Ja, maar je hebt ooit iets met weet ik van een rare kaf, weet ik veel. Kaf Maga, ja, ja instru instructeur, veel gedaan. Wat is en, dat? Dat is een Israëli's uh, zelfverdediging. Ik, ik zie jou, ik heb jou een tijdje lang. Heb ik jou de hele tijd zo aan je armen zien dat je, dat je zeg maar, met je armen op dit tafel gaat leunen en dan je hele lichaam zo in de lucht. Ja, dat is calisthenics, dus dat is eigenlijk uh, gewoon trainen met je eigen gewicht. Uh, ja. Dus uh, dat voorkomt wel blessures. En je kan het overal doen, dus je kan het hier doen. ze ja. dus kan zo wel even op die tafel doen we als we uh, uh, op naam plaatsen. Ja, het gaat gegarandeerd fout, ja. en uh, maar ik doe dat op gekke plekken. Dus dat is een beetje een Instagram dingetje geworden. Dus op de Eiffeltoren en op de Mont Blanc en dat soort dingen. Met ski-schoenen aan. En, eh, maar gewoon, gewoon lekker fit blijven, dat, dat, dat is wel een doel. Dus ik heb geen bucketlist. Maar ik stel mezelf wel elk jaar gewoon een leesdoel, een leerdoel, een fitnessdoel. En, um, ja, en, een, en een businessdoel. Ja. Hé, hey, allerlaatste vraag. Zitten veel jonge ondernemers ook te kijken? Of, of oude ondernemers, boeit mij niet, ondernemers zitten te kijken. Je bent redelijk gepokt en gemazeld. Heb jij lessen? Heb jij dingen als jij terugkijkt naar je carrière, naar je ervaring, naar alles wat je hebt meegemaakt? Heb jij tips, lessen waar Ondernemend Nederland iets mee kan? Even los van dat ze kunnen luisteren naar dit en kijken naar dit verhaal, maar specifiek? Ja, ik weet niet of die al uh, 25 keer is langsgekomen, maar. De, de les die ik van mezelf heb geleerd is dat uh, ik, ik ben nogal een uh, typische ondernemer. Hè, dus uh, ik sta op met duizend ideeën en dan wilde ik ze ook uit laten voeren binnen het bedrijf. Hm. En, en, en dat is geen goed idee. En dat heeft bij mij uh, ongeveer 17 jaar geduurd uh, in mijn ondernemerschap voordat ik erachter kwam. En dat heeft het bedrijf uh, te gewoon tegengehouden, eigenlijk. Hè? En, uh, dus eigenlijk is het belangrijk als je gaat ondernemen. He, heb een doel, hè? dus malaria de wereld uit in 2030. Een, een hoger doel, zeg maar. Uh, of een hoger geval... Een stip aan de horizon. Een, maar ook een, een doel met betekenis, een impactvol doel. Nou, ja, Mag toch geld ik verdienen op, zijn? Dan, daar ga ik op aan. Uh, geld verdienen kan ook, maar is gewoon buitengewoon saai, want daar ja. uh, ben je morgen aan gewend en zo. Ja. Um, nee, maar heb een doel. Zet nou eens gewoon een stip op de horizon. Wat ga, je, ga jij nou met jouw bedrijf veranderen? Dat vraag ik ook aan de start-ups die mij pitchdecks sturen en, en, en dat soort dingen. Mm -hmm. um, en, en, en wat ik heel erg gaaf vind, is dat de, de jonge ondernemers eigenlijk er allemaal al zo in zitten. Die mm -hmm. willen impact maken. Mm -hmm. Waar zit het probleem met mensen van onze leeftijd die uh, de dinosaurusbedrijven om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Waar ik er dus ook een van was of uh, ben. En, uh, maar goed, dus ik, ik, had, uh, ik had dat doel had ik wel, maar ik had het niet duidelijk aan de mensen verteld. En het was niet duidelijk beschreven van nou, hoe gaan we daar dan komen? En wat zijn de stappen ernaartoe? Erna en dat gaat over focus en prioriteiten. Nou, dan moet je mij hebben. Hm. Ik, uh, ik waai er nogal snel alle kanten op. Dus het is denk ik heel belangrijk om. Uh, uh, dus dat, dat die stip aan de horizon te zetten. van... Als ik dan terugkijk over, over 10, 15 jaar, niet te snel, het moet echt ver weg zijn. Je moet het ja. niet vast kunnen pakken. Bijna een b Het is een b ja. Het is eigenlijk hetzelfde. Ja. Uh, een een groot haar doel, Big Harry ja. Audacious Goal. Ja. Um, en, en dat je da vandaar terug gaat rekenen. En dat was voor mij zo'n leermoment van, want je bent heel erg bezig met vandaag. En dan wil je volgend jaar 10% meer omzetten of 20 of 30% is heel. heel Graaf bent. Um, maar de grap is, als je het omdraait en je zet gewoon dat piketpaaltje... en gaat gewoon terugrekenen, dan weet je eigenlijk van... nee, het, 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 60 dit jaar, want anders komen we er niet. Ja, ja. En dan wordt het veel leuker. Kan nu weer kippenvel. Ja, dus de, de, nee, maar dan wordt het gewoon echt veel leuker van. En ook voor, ook voor je team. En uh, als je die drive uh, doorzet. Dus uh, dat wil ik meegeven. Dus uh, zet dat piketpaaltje en rol hem naar voren terug... van wat ga je dan vandaag als eerste stap daaraan doen. Dankjewel dat je mijn gast was. Dankjewel dat ik er mocht zijn. En uh, dankjewel voor het uh, kijken, jullie. En uh, ik hoop dat ik jullie uh, wederom heb mogen inspireren met een prachtig gesprek hier op CVD TV. Uh, heb je gekeken uh, en je zit op YouTube? Blijf even hangen. Dan krijg je over een paar seconden als je nog zin hebt, twee erachteraan. Abonneer je anders als je nu geen tijd hebt en je mist helemaal niks meer. Heb je geluisterd naar de podcast? Uh, uh, abonneer je alsjeblieft, vind ik superleuk. En laat ook een review achter wat je van dit uh, gesprek vond. Ik vond het een prachtig gesprek. Ik hoop dat je genoten hebt. En uh, daarvoor maak ik 7D uh, TV. Dus dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi. ma deidment